Ik heb hier in Lightroom een zestal foto's en ik weet nog wel waar deze foto's zijn gemaakt. Maar ik kan me voorstellen als je 600 foto's hebt, dat dat wat lastiger wordt. Maar daar is een oplossing voor in Lightroom en dat heet de kaartmodule. Die kaartmodule die vind je dus hierboven en als je daarop klikt krijg je een hele mooie kaart tevoorschijn. En hij is misschien wat herkenbaar van Google Maps en inderdaad, hij is ook van Google. Maar dat is dus geïntegreerd met Lightroom. En als je in gaat zoomen, dan kom je op ons prachtige Nederland uit. En als ik een beetje inzoom op de regio waar ik woon, dan heb je hier de Loonse en Drunense Duinen liggen. En daar het dorp waar ik woon. Ja, ik noem het nog steeds een dorp. Vier van deze zes foto's zijn hier in de regio gemaakt. En je kunt de locaties van die foto's dus gewoon toewijzen aan deze kaart. Als ik bijvoorbeeld even naar het wandelpark ga, daar is deze foto gemaakt. En je kunt hem er gewoon zo opslepen en loslaten. Wat er dan gebeurt, is dat de GPS-coördinaten van dit wandelpark bij mijn foto komen te staan. En je ziet ook bij mijn foto: komt ook gewoon een heel klein uh, ja, paaltje erbij met een bordje erop eigenlijk. En zo kan ik dus alle foto's even heel simpel van de locatie voorzien. En deze twee zijn toevallig op dezelfde plek gemaakt. Nu heb ik ook nog twee foto's uit Rotterdam. En die hebben momenteel nog geen plek toegewezen gekregen, ga ik zo doen. Ik ga alleen eerst even bovenin een optie laten zien. Want je hebt dus zes foto's. En ik heb inmiddels dus op drie verschillende plaatsen foto's neergezet. Ik heb ze getagged, zoals dat heet. En je kunt dus bovenin zeggen van nou, laat mij alleen de getagde foto's zien. Dat zijn deze vier. Of de niet getagde. en dat zijn die twee. Deze twee moet ik dus nog gewoon even taggen. En die foto's zijn gemaakt in Rotterdam en hierboven kun je ook nog gewoon zoeken op plaatsnaam. Dus ik zoek gewoon op Rotterdam en tadam, daar is onze havenstad. Nou, de kenners onder u hebben het al gezien. Eentje is van de Erasmusbrug, dus die foto gooi ik daarop. En de andere, dat is deze brug. Ik pin me er niet op vast, volgens mij was dat de Willemsbrug. En ook Rotterdam heeft nu twee foto's. Klik hier op het kruisje om de zoekopdracht van Rotterdam te wissen. Want in principe blijft gewoon het, uh, het vlakje met het puntje erin staan. En nou is hij weg. Ik heb dus gewoon ja, verschillende plaatsen. Bij mij in de regio vier foto's en twee foto's in Rotterdam. En als je inzoomt, gaat zich dat ook gewoon weer uitsplitsen. Ga je nu boven zo'n labeltje staan, dan zie je daar de foto's tevoorschijn komen. die daar aan die locatie zijn gelinkt. En daar kun je dus ook gewoon doorheen bladeren. En op die manier kun je dus kijken op de kaart van, nou, ik ben ooit in Rotterdam geweest. Wat heb ik daar gemaakt? Je kunt gewoon alle twee je foto's terugkijken. Maar alle foto's hebben dus inmiddels zo'n klein paaltje met een bordje erop. En als je naar de bibliotheekmodule gaat, dan blijf je dat bordje nog steeds houden. Wil je nou weten van, ja, waar was deze foto ook alweer gemaakt? Dubbelklik gewoon even op dat bordje. En je wordt gewoon mee naar die plek genomen. En in het midden van de foto. Het is helaas nog wel wat ver uitgezoomd. Ik zou het persoonlijk toffer vinden als je het op deze manier laat zien. Maar dit is dus de locatie van die ene foto. Nou, dan kun je de map ook nog op verschillende manieren laten zien. Net als gewoon bij Google. Je kunt de hybride map kiezen, dat is de satelliet en de kaarten. Maar je kunt ook zeggen van doe mij alleen de wegenkaarten of alleen het satelliet gebeuren. Of nog de andere opties met bijvoorbeeld terrein. Nou, ik vind op zich hybride wel lekker werken. En op deze manier kun je dus gewoon locaties toewijzen aan foto's zonder dat je daarvoor een GPS-module in je camera hebt. Het is misschien wel een klein beetje wat meer werk, maar het werkt op zich best handig. En zeker als je op heel veel verschillende plaatsen fotografeert, dan gaat dit gewoon erg makkelijk op. Het gaat niet alleen over landschappen of over uh, stadstoezichten, maar als je ook bijvoorbeeld heel veel concerten fotografeert, dan zou je op deze manier ook bijvoorbeeld je concerten uh, kunnen spreiden, zodat je precies weet in welke zaal welke band gefotografeerd is. Tot zover weer deze film. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.